Kan het toch, jongens? Jullie denken toch niet dat ik het niet meer kan? Yes, dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Kevin Schippers en vandaag ga ik naar iets gloednieuws wat er in Eindhoven gedriet D-print is, ja. We gaan op een 3D-printen halfpipe rijden. Echt waar, jongens. Ik had nooit gedacht dat dit ooit een video ging worden of zo. Maar goed, Jorne van Herk stuurde mij een berichtje. Die werkt daar. Hij zei, vind je het leuk om een keer langskomen? Jazeker. En ik had een paar mensen gevraagd. Bijna niemand kon, normaal gezien. Kasper van Leeuwen, die ken je misschien nog. Is een echte OG-rijder wel. En voor de rest kon er bijna niemand, jammer genoeg. Dus ik ga er alleen naartoe. Ik heb microfoontjes bij. We gaan gewoon een lekkere sessie daar neerknallen. Probeer een flairtje erop te doen, maar we gaan het meemaken. Daarnaast had ik nog een vraagje. Vinden jullie de OG-sessie-video's leuk? Het was gewoon super leuk om te maken. Laat het achter in de comments wat jullie van de OG-sessie-video's vinden. Plus daarnaast abonneer op ons kanaal. Natuurlijk, we zitten over de 3.000 abonnees. Super bedankt nogmaals. En laten we gaan vertrekken naar Eindhoven. Dan zie ik jullie daar. Oh nee, als goed. Oh, dat best. Ja, kijk, hem, hij is er gewoon strijder. Let's go, man. We zijn aangekomen in Eindhoven. We zijn juist, denk ik, 3D. Dus deze mensen, besef, die doen daar gewoon 3D-printen. Rems en zo voor de Olympische Spelen. Ik zal Jorren even bellen. Man neemt gewoon 2 stunters mee. Hey, yo. Yo, wij zijn er. Zet je voor? Ja, man, bij de straat zo. Ja, ik kom er daar. Alright, yo. Goeie. Right, dus dit is gewoon een fucking trap. Dit is gewoon een 3D-print. Besef. We zijn hier bij Weber 3D. En die doen allemaal gekke shit 3D-printen. Met zo'n fucking groot apparaat. Kijk hier. Fase. We komen dadelijk bij het gekke. We komen dadelijk bij het gekke. Kijk, dat is het apparaat. Daarmee wordt gewoon dit ding. Is gewoon in 2 uur geprint. Kijk, dat zijn gewoon allemaal laagjes. Allemaal laagjes. Dus wordt gewoon geprint. Hier heb je ook allemaal random shit. Kijk, hè. Hier. Fucking huismaat. Dit is ergens in, ja, je weet wel waar. Ik kom er even niet op. Maar dit is gewoon helemaal op elkaar gezet. Is helemaal naar daar getransporteerd. En dat wordt daarna gewoon afgebroken omdat dat voor een expo is. Dit ook gewoon besef. Allemaal dingetjes 3D print. Maar ja, als je daar omhoog 3D print, als dit een uurtje duurt, zo, dan heb je dat gewoon binnen zeg 24 uur geprint of zo. Ik weet niet precies, maar hier ook een brug en shit. Hier een hoezithoekje. Hier dingen. En dan komen we dadelijk bij het ziekenhuis. Kijk hier. We hebben hier een fietsje. Kijk deze fiets aan even. Bankje, alles. Kerstboom is nog iets te vroeg, maar ja, dat is wel nice. Kijk, hier zijn al die rems voor de Olympische Spelen die worden vervoerd. En check deze. Kijk hier, een ledge. Mijn stunter. Dit ook is gewoon fucking geprint, maar alleen hier ligt wel dan zo'n betonlaag, zo'n gladde op. Ben wel benieuwd. Joran, heb je er zelf al op gereden? Nee, je mag daar ook wel eens proberen. Het is lang geleden, hè, maar. Goed komen. Ik denk dat we voetje gaan breken of zo. Ja. Het is volgens mij wel smooth gemaakt, zeg maar. Want je hebt ook soms van die beton en dat er zo bobbelend is. Dus ik ben wel benieuwd, man. Mij niet skateboarden laten doen. Ik heb ooit, hoe heet het? Shuffet. Kijk dit, gast. Op zich, dat heeft wel iets, joh. Dat is wel zo'n futuristische look of zo. Ja, is fucking raar, gast. Ik ga er wel eens op letten als ik, in de toekomst zo ergens kom of dat zo 3D-print is. Alright, stunt erbij. 3D-print rent. We gaan het meemaken. Oh, het rijdt wel smooth, man. Eerste reactie. Ah, hier kan ik wel een flertje op. Ja man, nice. Jouw stunter past wel perfect bij het design hier, joh. Dus ja, broer, die gele, kijk, de logo, alles. Right. Bro heeft zich voorbereid. Het enigste wel is dat het smal is nu. Best even wennen. Ja, maar voor de rest. Ja, het rijdt wel lekker, weet het? Ja, dat was het ding dat ik dacht van oeh. Het ding is, dat wordt veel breder zeker bij die dingen zoals je zei. Ja, het is wel hype. Oh, hij popt wel goed. Hey. Kevin gaat streeten. Oh, dit is ook wel iets voor Willem, man. Ah, jammer dat hij niet kon. Oké. Okay. Oh ja, ben ik pot, man. Of niet? Ja, moet ik ze nou, bro? Ik was wel kapot blij dat ik die had. Ik ben echt super slecht in de fakies, joh. Hé, hey, doe jij eens. Oeh. Hey, de eerste reactie. Het is beter dan ik dacht. Ik dacht dat het een beetje hoppelig ging zijn in het begin. Dat valt eigenlijk best mee. Enigszins is een beetje klein, maar ja, is logisch. Het is gewoon een opzetstukje. Laat ik deze ledje ook even knallen. Laat ik misschien nog even een flairtje knallen. De tricks ging al best goed, dus popt lekker en zo. Scoping is niet te veel. Ga je eigenlijk flair?
Nee, oh. Jammer, maakt niet uit. Ik moet hem sowieso een keer doen. Mijn rug voel ik wel al, mijn knieën. Goh, ik ben echt oud aan het worden, man. Goh, dat is niet normaal, joh. Vroeger, hè, dagen steppen, gewoon echt. Ja, en dan hele dag gewoon. Huis, en dat wou je niet. Juist, bro. Even. En dan gewoon thuis komen slapen en dan de dag daarna was gewoon niks. En dan nu, de dag ernaast, oh, zo'n draai maak je. Ah, de andere kant, dat is echt sick, man. Ik heb het wel heet. Even een muziekje opknallen. Is er ergens no copyright muziek? Right. Oh, dat is fucking glad, maat. Oké, okay, hieltje af. Nee, baardje hier. Kevin gaat streamen. Hey, ik ga 360 afproberen. Oh, de. Jullie weten niks van mijn street, broer. Oh, dat durf ik niet, hoor, denk. Manuel, heel die ding af, bar al. Oh, dit zijn echt die edit pokus van vroeger, jongen. And I know we'll be here. Ja, ja, oprecht. Oké, okay, wie als eerste heeft? Ik ben slecht hierin, dus. What the fuck, broer? Oh, maar die van mij ging buiten gewoon, dat gaat nooit nog een keer. Oh, baartje. Ah, zie je, dat bedoel ik. Dat was gewoon net echt een lucky shot, jongen. Oeh. Ja, je kan nog wel. Sprong je over die ding? Ja. Ah, shit. Oké, okay, één kans nog. Oh, fuck. Ah, ik heb verloren, jongens. Ik heb verloren. Oké, okay, Jorn heeft nu even deze rem neergezet hier. Check. Alleen hier zit niet zo'n laagje op, je weet wel. Dus het is echt ruw. En kijk of dat wel een beetje ja, goed rijdt. Dus ik ben benieuwd, man. Het is wel echt zo'n Jasper frontflipledge of zo'n Thomas frontflipledge. Die rijden hier zo op door de front die af en zo. We gaan kijken hoe het gaat. Oh, dat valt echt al mee. Jongens, zien jullie dit? Willem is trots op mij. Zeker. Kevin die zijn back in wax. Dat is nooit op beeld geweest, denk ik. Ik wil misschien wel die cap proberen, ja. Oh. Oh, je springt ernaast. Op zich, het rijdt wel oké. Okay. Je merkt er eigenlijk niet heel veel van ofzo. Ah, oh, mijn rug! Oh, oh, de. Oké, okay, Kasper gaat naar fakie doen. Oh, de. Right, ik ga deze even inwaksen. Misschien dat dat beter gaat. ASMR, of weet dat. Hey, durf je 360? Dat zal wel dik zijn. Nu moet je. Je camera staat erop en druk, druk. Oh! Hij is altijd zo mooi, hè? Als iemand bijvoorbeeld zo valt, dan denkt hij: oh ja, ik heb hem wel. Omdat je dat gevoel hebt dat je hem gewoon kan landen. Ja, dek is wel fire. Huh? Voor het dek is het wel slecht. Ik ga een zieke angle pakken. Yo, nice, gast. Easy. Ja, bro, lekker. Dat was ziek, man. Ja, lekker. Ja, grind is taai, man. Voor de rest is het wel echt goed. Ik was dus net aan het inspreken voor Insta-story. En toen besefte ik eigenlijk, dit is ook gewoon een OG-sessie. Deze man is er ook gewoon bij. En Joren ook. Als jullie hem kennen, dan ben je echt OG, jongen. Joren is OG, OG, OG. Die is voor mij zelfs nog begonnen. Dus, hoe heet het? Eigenlijk gewoon vandaag weer een OG-sessie. Trouwens, een nieuw serietje waar ik nu soort van begonnen ben. En dat is sessie met de OG's. En dat is dan, dan gaan we soms lomo. Ja, volgende keer was waarschijnlijk Hassel. Moeten we even kijken wanneer. Misschien over 1, 2 weken of zo, als het mooier weer is. Maar ja man, het wordt goed ontvangen, dus dat is wel nice. Oh, dat zag je niet. Let's go, baby. Aight, die gaat wel lukken. Het is smal, bro. Het is eng. Ik ben bang dat ik verkeerd trek. Heel broers als een malle. Ik had gehoopt dat ik hem in één keer had. Part of the game, man. Let's go! Beetje sketchy, maar we take it, we take it. Hij is wel fijn, maar ik ben bang, man. Ik ben bang dat ik erna spring. Ah. Kan het toch, jongens? Jullie denken toch niet dat ik het niet meer kan? Oh, de.
Dit second truitje, broer. Mannen kunnen het toch wel. Grote man. Die was wel dik, man. Dat heb ik nog nooit in mijn leven gedaan. Ik was laatst zelfs op een bek gegaan met een 270 bar in. Echt letterlijk gewoon.